Welkom bij de cursus Opties voor Beginners van het Beleggingsinstituut. Mijn naam is André Brouwers. Voordat we van start gaan, wil ik u wijzen op de disclaimer. Het is de bedoeling dat u deze zorgvuldig leest. Ik begin deze cursus met eerst iets te vertellen over mijn achtergrond. Het zal u niet verbazen: mijn achtergrond ligt in dit geval zelfs letterlijk op de beurs. Ik ben voor een aantal financiële partijen actief geweest en deze logo's ziet u hier afgebeeld. Zo heb ik mij bezighouden met het ontwikkelen van handelsmodellen voor een hedgefund. Ik ben bij een financieel persbureau genaamd Reuters actief geweest. Ik heb voor Alex de Alex Academy opgezet en heb daarnaast bij Van der Molen op de beurs gewerkt. Op Beursplein 5. Daar bevind ik mij op dit moment nog steeds, want sinds 2011 hebben wij het beleggingsinstituut opgericht. En wij geven educatie en informatie aan onder andere particuliere beleggers. Daarnaast ben ik ook manager van een tweetal beleggingsfondsen. We beginnen deze training met een overzicht van de diverse modules. We hebben de cursus training opgebouwd in een viertal modules. Als eerste gaan we met module 1 aan de slag. En ik zal beginnen om zo eenvoudig mogelijk u het Principe van een optie uit te leggen. Dat ga ik doen aan de hand van een voorbeeld met een huis. Stel u zich eens voor, u heeft een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk. En dat huis heeft een bepaalde waarde. En Laten we zeggen: de waarde van het huis is 500.000 euro. Op een dag kom ik bij u langs en doe ik u een voorstel. Ik wil graag een jaar lang het recht hebben om uw huis te mogen kopen voor een bedrag van 550.000 euro. Ik zeg dus niet dat ik uw huis ga kopen. Ik wil alleen één jaar bedenktijd hebben. Ik wil één jaar lang het recht hebben om uw huis te mogen kopen. Wanneer ik het dan koop, betaal ik u 550.000 euro. Mijn vraag is nu: gaat u in op mijn voorstel? Allereerst zult u natuurlijk aan mij vragen of ik bereid ben om iets te betalen voor het verkrijgen van dit recht. En stel dat ik bereid ben om een premie van 5000 euro daarvoor te betalen. Deze premie betaal ik meteen en u krijgt die premie dus in dit geval cash in het handje. Ik heb nu een recht om te mogen kopen op 550.000 euro. U heeft nu een plicht om te verkopen aan mij te leveren wanneer ik dat wil. Dus de koper van het recht, in dit geval een zogenaamde call optie, krijgt het recht om het huis te mogen callen, te mogen kopen. Ik kan het huis op afroep kopen. Om dat recht te verkrijgen, betaal ik een bepaalde premie. Deze premie, de optiepremie, betaal ik aan u en u bent in dit voorbeeld degene die de optie schrijft. U bent de schrijver van de optie, ik ben de koper van de optie. De schrijver van de optie heeft een verplichting. U moet het huis leveren wanneer ik daarom vraag. De koper van de optie heeft een recht en betaalt daarvoor een premie. Twee partijen die dus tegenover elkaar staan: de koper van de optie en de schrijver van de optie. Laten we nu eens aannemen dat na een jaar de waarde van het huis gestegen is. En stel, de waarde van het huis is gestegen tot 600.000 euro. Allereerst kijken we eens naar mijn positie. Ik heb een optie in bezit en kan het huis bij u kopen voor 550.000 euro. Aangezien de optie intrinsieke waarde heeft gekregen, hij is namelijk 50.000 euro intrinsiek waard geworden. Ik mag namelijk kopen voor 550.000 en de waarde van het huis is 600.000. Mijn recht heeft dus een intrinsieke waarde van 50.000 euro. Mijn winst is geen 50.000 euro. Ik moet namelijk ook de premie die ik betaald heb daarvan aftrekken. En zo kom ik dus op een winst van 45.000 euro. Laten we nu eens kijken naar uw positie. En wat is nu aan uw kant? Het plaatje. U bent namelijk de eigenaar van het huis en u heeft allereerst 5000 euro premie van mij ontvangen. Maar u heeft ook een verplichting. U bent namelijk verplicht om het huis aan mij te verkopen, te leveren voor 550.000 euro. Uw huis was 500.000 euro. Het is gestegen naar 600.000 euro, maar u heeft door het aangaan van de verplichting om het aan mij te leveren op 550.000 euro, een winst geboekt van 50.000 euro. U moet namelijk verkopen aan mij tegen 550.000 euro. Uiteindelijk heeft u een winst, inclusief de premie en de waardestijging van 55.000 euro. De koper van de optie, dat ben ik in dit voorbeeld. Heeft de volgende situatie. Ik heb in eerste instantie 5000 euro premie aan u betaald. Maar vervolgens mag ik wel het huis kopen op 550.000 euro. En stel dat ik dat doe en het vervolgens verkoop voor 600.000 euro. Dan heb ik een winst, een waardestijging van 50.000 euro gerealiseerd. Met een premie van 5000 euro overigens. Mijn totale winst is 45.000 euro. Ik ben in het bezit van een call-optie. Ik ben de koper en heb een premie betaald. U bent de schrijver en bent een verplichting aangegaan. U kon die verplichting ook aangaan aangezien u dekking had voor de verplichting. U bent namelijk de eigenaar van het huis en u kunt dus altijd voldoen aan uw leveringsverplichting. Laten we nu eens kijken wat er gebeurt wanneer het volgende scenario zich voordoet. Stel, de waarde van het huis is gedaald naar 400.000 euro. Wat is dan mijn positie en wat is uw positie? Laten we eens kijken wat er met de eigenaar van het huis gebeurt. In dit geval bent u dat. U heeft 5.000 euro premie ontvangen, maar. Er is sprake van een waardedaling van het huis. U heeft 100.000 euro verlies, waardedaling van het huis. Gecorrigeerd voor die 5.000 euro premie staat u dus op een min van 95.000 euro. Nu is de vraag, wat gebeurt er met de koper van de optie? Ik heb een recht bedongen om één jaar lang uw huis te mogen kopen voor 550.000 euro. Denkt u dat ik dat ga doen? Het antwoord is nee. Ik zal mijn optie niet uitoefenen. Het is voor mij niet interessant om uw huis voor 550.000 euro te kopen wanneer de marktwaarde op dat moment 400.000 is. Maar ik heb wel een premie betaald. En deze premie, die ben ik dus uiteindelijk ook kwijt. Ik verlies na één jaar het recht om die, in dit geval die optie uit te oefenen. De tijd is verstreken na een jaar. En ik zal mijn recht niet uitoefenen. Met andere woorden, op expiratiedatum, op afloopdatum van mijn optie, dus na één jaar, verlies ik mijn premie. En in totaal heb ik dus 5000 euro verloren. Ik heb geen last van de waardedaling. Immers, ik had een recht om uw huis te mogen kopen en geen plicht. Stel. In het volgende voorbeeld gaat het huis stijgen. Uw huis stijgt van 500.000 euro naar 530.000 euro in één jaar tijd. Nu is de vraag is dat interessant. Laten we nog eens kijken wat er gebeurt weer met de eigenaar van het huis. U bent in het bezit van het huis, heeft 5000 euro premie ontvangen en realiseert ook een waardestijging van 30.000 euro. In totaal is het dus goed nieuws. Immers, u heeft een winst behaald van 35.000 euro. Voor mij, de koper van de optie, ligt de situatie anders. Ik heb 5.000 euro premie betaald. En de vraag is: zal ik mijn recht uitoefenen? Inderdaad, ik zal mijn recht niet uitoefenen. Ik mag namelijk kopen voor 550.000 euro. Maar. De waarde van het huis is 530.000 euro. Dus op dat moment heeft het voor mij geen zin om mijn optie uit te oefenen. En aangezien de looptijd van de optie verstreken is, na één jaar, en dus de optie expireert, betekent dat dat ik uiteindelijk 5.000 euro heb verloren. U realiseert dus een winst en heeft eigenlijk 5.000 euro extra verdiend op uw huis in de loop van één jaar. Laten we nou eens kijken wat er kan gebeuren op het moment dat ik bij u aanbel, maar u niet thuis bent, maar een vriend in uw huis logeert of op vakantie is. En hij doet zich voor alsof hij de eigenaar van het huis is. Ik bel aan en uw vriend doet de deur open. En ik geef in dit geval de vriend de keuze om mij een optie te verkopen. Exact dezelfde optie als zojuist. Ik wil weer voor één jaar lang het huis kunnen kopen voor 550.000 euro. En ik betaal uw vriend in dit geval 5.000 euro premie. De waarde van het huis, zoals gezegd, is nog steeds 500.000 euro. Dus u bent even op vakantie en uw vriend logeert in uw huis en doet zich voor alsof hij de eigenaar is van dat huis. Hij gaat de verplichting aan en in dit voorbeeldje dus betaal ik 5.000 euro aan uw vriend. Stel. Dat er dan in een jaar tijd het volgende gebeurt. De huizenprijzen gaan stijgen en de waarde van uw huis stijgt naar 600.000 euro. Nu is de vraag: wat gebeurt er nu met uw vriend? Wanneer ik mij na een jaar meld en aanbel, dan zult u zeggen: ja, wacht eens even, ik heb geen afspraak gemaakt. Maar ik zal zeggen: ik heb hier een afspraak gemaakt, in dit geval blijkbaar, met uw vriend. En uw vriend moet dus in dit geval 5000 euro premie hebben ontvangen. En wat heeft hij daarmee gedaan? Nou, misschien heeft hij die opgemaakt in zijn vakantie, maar feit is wel dat uw vriend een risico is aangegaan. En in tegenstelling tot uw positie van daarnet, is het zo dat uw vriend geen dekking heeft. Hij is in dit geval ongedekt een verplichting aangegaan. Hij moet nu namelijk. Linksom of rechtsom, garant staan voor het verlies de waardestijging van 50.000 euro. Uw vriend heeft dus een ongedekte positie ingenomen. Hij kan niet leveren omdat hij geen huis heeft, maar hij is wel een verplichting aangegaan. Kortom, dat is een duur grapje en hij zal dan 45.000 euro moeten betalen. U zult van uw vriend eisen dat hij de schade voldoet. De koper van de optie, dat ben ik. Zal namelijk de 5000 euro beta premie betaald hebbende. vragen om alsnog levering van het huis op 550.000. En die kan ik, zoals u begrijpt, dan vervolgens in de markt weer verkopen voor 600.000 euro. Ik realiseer een waardestijging van 50.000 euro en heb dus weer daarom mijn winst te pakken. Mijn winst in dit voorbeeld is het verlies van uw vriend. Stel nu. We doen ditzelfde voorbeeld met uw vriend. Hij is de verplichting aangegaan zonder het huis in bezit te hebben. En wat gebeurt er nu als de waarde van het huis gedaald is? Uw vriend heeft van die waardedaling geen last. U weet namelijk niet eens dat uw vriend die verplichting is aangegaan en ik zal me ook niet melden. Immers, de waarde is 400.000 euro en het is voor mij niet interessant om het huis te kopen. Uw vriend heeft dan wel goede zaken gedaan, want hij heeft 5000 euro premie verdiend, terwijl hij in dit geval geen last heeft van de waardedaling, aangezien hij ook niet in het bezit was van het huis. Uw vriend verdient dus 5000 euro en u zult waarschijnlijk begrijpen dat ik, de koper van de optie, die 5000 euro dus kwijt ben. Ik zal mijn optie immers niet uitoefenen, mijn optie expireert na een jaar, ik maak geen gebruik van mijn recht. En dat betekent dat ik dus 5000 euro, 5, euro dus verlies. En dat is dan de winst van, in dit geval, uw vriend. Zo ziet u dat bij het kopen van een call-optie er sprake is van enerzijds een recht voor de koper en een plicht voor de verkoper. Of de koper dat recht uitoefent, hangt uiteraard af of het interessant is om dat recht uit te oefenen bij de schrijver van de optie, degene die de optie dus verkoopt, schrijft, noemen we dat ook wel in dit voorbeeld. Die zit vast aan een verplichting. En u zult begrijpen dat wanneer u een huis heeft en daar een verplichting op aangaat en u dat dus gedekt doet dat schrijven, we noemen dat ook wel covered call writing in het Engels, gedekt schrijven van een call optie. Dan is er weinig aan de hand, immers u heeft dekking. Wanneer u echter Ongedekt een call-optie schrijft, zoals een voorbeeld van uw vriend, en hij heeft geen dekking en plotseling vindt er een stijging plaats, dan kan het dus tot behoorlijke verliezen leiden. Van belang dus dat wanneer u opties gaat kopen, dat u begrijpt dat u een premie betaalt en dat dat ook uw maximale verlies is. U kunt niet meer verliezen dan wat u voor de optie heeft betaald als koper van de optie. De schrijver van de optie kan echter. In dit geval, zeker wanneer het ongedekt is, een veel groter risico lopen. Belangrijk dus, wanneer u opties koopt, bent u nooit meer kwijt aan de premie. Wanneer u opties schrijft, heeft u een mogelijk ongedekt risico, tenzij u de onderliggende waarde in bezit heeft. Wat we zojuist hebben besproken is de zogenaamde call-optie. U heeft het recht om te mogen kopen, of in dit geval een plicht om te moeten leveren. Daartegenover staat dat er nog een ander type optie is. Naast de call-optie kennen wij ook de zogenaamde put-optie. En de put-optie zou je kunnen vergelijken met een brandverzekering. Bij de call heeft de koper een recht om te mogen kopen. Daartegenover staat de plicht. Om te leveren van de schrijver van de optie. Bij een put-optie heeft de koper het recht om te mogen verkopen. Daartegenover staat dan uiteraard ook de verplichting van de schrijver van de put om daadwerkelijk ook af te nemen, oftewel het risico ook daadwerkelijk te verzekeren. Hierover gaan we verder in het volgende deel.